Welkom bij een nieuwe aflevering van Zomervisite. We zitten heerlijk aan de Waal in de zon en ik zit naast een hele markante, aparte, mooie Tielenaar, Ber van Buren. Ja, inderdaad. Vooral mooi. Mooi. Ja, mooie man. Daar ben ik me ook ter degen van bewust. Het is zo dat ik bijna bergaf ben door het geklim hier door dat zand heen. Maar de locatie is ongelooflijk mooi. Goed gekozen door jullie. Heerlijk, hè? Ik ben als echte Tielenaar zijnde, is het een genot om te kijken naar de skyline, zeg maar, hier achter ons. Maar ik neem aan dat het hele gesprek zal gaan over mijn muzikale carrière. Wij gaan het overal over hebben, maar die muzikale carrière zeer zeker. Want je hebt je sporen wel verdiend. Ja, alhoewel ik heb dat nooit zo gezien. Waar komt het vandaan? Nou ja, het muziek maken is me met de paplepel ingegoten. Eigenlijk vanaf mijn geboorte al. Mijn vader was beroepsmuzikus. En had diverse bands waarvan hij de bandleider mij naar huis bracht om te slapen. En er was thuis ook gespeeld, denk ik. Ja, ook. En zoals de drummer was bijvoorbeeld, die noemde ik oom. En weet ik allemaal. En zo is het eigenlijk gekomen. Er zat ook een trompetist in de band bij mijn vader. En dat was ook een oom van me. Die is later getrouwd met een zus van hem. Oké, dat was echt een oom van je? Dat werd later echt een oom van me. Ja. En die speelde trompet. En ja, dat fascineerde me zo. Toen was jij een klein manneke? 3 jaar, dat schat ik. En toen heb ik een kandelaar gepakt thuis. Omdat het gedeelte waar de kaars in stak, dat leek veel op het mondstuk van een trompet. En daar heb ik een kopervergiftiging aan overgehouden. Oh, omdat ik iedere dag met het ding liep te toeteren. Oh, en toen dachten ze, we moeten Ber. Een echte. Dus ze dachten dat Ber eigenlijk uit zou stappen, maar dat is nooit gelukt. Maar je bent echt heel ziek geworden dus. Ik was verschrikkelijk ziek, ja. Op sterven na dood, mag je wel zeggen. Maar goed, dat heb ik allemaal overleefd. En ik moet erbij zeggen, ik ben in de oorlog geboren in 1944. In het pand wat nu... Het Japanse restaurant op de Kleiberg. Oh ja, Tokyo Lounge? Ja, dat heette vroeger Tokyo Lounge. Ja? Dat heette vroeger, toen mijn vader dat café had, heette dat L'Avenir. En dat heet de toekomst. Hè? Nou, het heeft altijd weinig toekomst gehad, want mijn vader, toen ik geboren was, is mijn vader er ook mee opgehouden. Met L'Avenir? Ja, zeker, want die was beroepsmuzikus en die ging overal spelen. Maar mijn moeder die stond dan alleen in die kroeg en die had daar helemaal geen zin in. Nou ja, er is natuurlijk van alles gebeurd. Mijn vader die heeft ook wel eens een Tiel gespeeld. En dan moest ik altijd zo nodig opdraven, bijvoorbeeld met een Tielse kermis. Dan stond ik zo'n jaar of 6 al op het biljart te zingen. En dat vond iedereen prachtig. Maar die dingen, het is eigenlijk een opeenstapeling van dingen die ik meegemaakt heb. Het een is nog gekker dan het andere. We haalden dus directeuren op het podium als er een personeelsfeest was. En dan, als je dan eenmaal in een hele grote stoel op het podium zat, dan speelden wij Vuile Huichelaar. Ja, ja. En onder grote hilariteit van de zaal natuurlijk. En dat heb ik 7 jaar volgehouden. Maar dat is toen uit elkaar gevallen. En kort daarop riep een van de jongens die bij Lucky Lips werkzaam was. Die riep, we kunnen naar Venezuela. Want die had daar een zus wonen. Op Isla Margarita. En daar is een heel groot symfonieorkest. En daar kunnen wij dingen gaan doen daar. Met orkest. Een symfonieorkest. Ja. Maar mijn broer was er ook bij. Mijn broer natuurlijk een begaafd arrangeur. Die riep... John van Buren? Ja, inderdaad. Die riep, dat gaan we doen. En we hebben dat ook gedaan. Ik ben er in zijn totaliteit waarschijnlijk 4 maanden geweest. Dat was een hele tijd. Ja, dat was een hele tijd. Met tussenpauze, want we liepen een paar keer op Schiphol dat we telefoon kregen. En dat we dan, of ze vroegen dat we gelijk weer terug wilden komen. Oh, echt? Heel achterlijk allemaal. Dat deden we dan ook. We gingen thuis een schoon onderbroek halen en dan gingen we weer terug. Geweldig. Ja, dat was ongelooflijk. Mijn broer die arrangeerde daar alles. Die schreef die partijen uit met zijn hand. Wat eigenlijk ook ongehoord was van al die instrumenten die erin zaten. Ja. Ik geloof ze met 70 man waren of zo. En hij schreef al die partijen?
Zeg je? Hij schreef die partij. Hij schreef die partij, ja. Ja. En daar stond een werelddirigent voor. Een man die zijn sporen in Miami verdiend had ook. En die stond vol verbazing te kijken iedere keer. Of hij zei, ja, hoe hij dat voor elkaar krijgt, dat is me een raadsel. Maar ja, het was eigenlijk een orkest wat altijd klassieke muziek speelde. Of althans licht klassieke muziek. En wij gooiden daar ook wat jazz in, dingen van Louis Armstrong. En de eerste keer dat ik daar repeteerde, zong ik What a Wonderful World. Jij kan ook prachtig zingen, hè? Ja, ja. Nou, dankjewel. Ja. En ja, dat zong ik. Dus de eerste rij violisten, die vielen van de stoel af, van het lachen. Want lachen? Ja, want die hadden die muziek nooit gespeeld. En die waren dat helemaal niet gewend. En die dachten, nou, er komt geen reet van terecht, hè. Ja, stelletje koekenbakkers uit Nederland. Ja, precies. Maar om een lang verhaal kort te maken. Later kwamen we met een hele grote zalen. En dan braken ze de zalen bijna af. Ja, wat een ervaring. Ja, we hebben daar ook een cd opgenomen. En we hebben daar verschrikkelijke dingen gezien ook. Omdat het toch een achtergebleven land is. En was dit allemaal Isla Margarita of wel heel Venezuela doorgegaan? We zijn ook nog op het vasteland, maar dan in Caracas geweest. Ja. En voor de rest alleen maar op Isla Margarita. Maar het was een onvergetelijke ervaring. Ja, nou die nemen ze je nooit meer af. Nee. Die blijft ook altijd bij je. Ja. Maar we hebben het nou over muziek, maar jij bent daarnaast ook best wel politiek en maatschappelijk geëngageerd. Als ik het zo dat klopt. Ja, dat klopt wel. Alhoewel ik me lang niet meer zo druk maak als vroeger. Maar waar ik me wel druk over kan maken is als ik lees over de gemeentepolitiek, ik noem maar wat. Die achterlijke vertoning als het gaat over appelpop. Het genoeg te vinden als er 40.000 man loopt terwijl er 70.000 op zouden kunnen. Er staan allerlei fans te roepen daar, maar daar kan ik ook niks aan doen natuurlijk. Laat gaan. Ja. Dan verbiedt de gemeente, verbiedt dan om daar meer mensen op toe te laten en zo. Vind ik een vol belachelijk besluit. Ja, en vroeger pakte jij nog wel eens de pen? Ja, kijk, ik schrijf teksten voor die tv van jullie. Ja, columns. Columns, en die werden erg veel gelezen ook. Vooral door de middenstand, omdat ik nogal eens het een en ander aanpakte. Voel je die behoefte niet meer, Ber, om die... Jawel, ik wil best nog wel een keer wat schrijven of zo. Maar het is bij mij niet meer zo dat ik echt mensen tegen het hoofd wil stoten. Nee? Nee, vroeger interesseerde me dat ook nog helemaal niks. En hoe komt dat dan, dat het nu anders is? Ja, dat ligt ook een beetje nog aan je leeftijd, dat je wat allemaal gezapiger bent geworden. En het is gewoon allemaal een stapje terug. Maar ik ben er nog wel in geïnteresseerd, dat wel. Ja. Ik vind ook dat Stadstv onder leiding van Rini buitengewoon werk doet. En ik vind ook dat er misschien wat meer subsidie op de tafel gegooid zou kunnen worden. Omdat de gemeente hier ook erg veel hout bij snijdt. En dat vind ik dan. Ja. Maar dat zet ik dan maar onder... goed, dat maatschappelijke hart van jou, dat klopt nog steeds. Dus. Ja, zeker wel. Ja, zeker. Ik ben eigenlijk van origine een echte socialist. Maar het doet me buitengewoon veel verdriet om te bemerken dat er hier in Nederland eigenlijk weinig van het socialisme meer, of helemaal niks, te bespeuren is. Ik kan me verschrikkelijk druk maken over het feit dat de oude mensen, de oude vandaag, dat die ongelooflijk ondergeschoven worden als het gaat over de centjes. Er zijn mensen bij die hulpbehoevend zijn, die weten niet hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. En dan lees je aan de andere kant dat er een heleboel geld naar Griekenland gaat, om maar wat te noemen. En niet alleen naar Griekenland. Er zijn nog veel meer landen waar van alles aan de strijkstok blijft hangen. Ja. En dan vraag ik me altijd persoonlijk af waarom dat er niet meer protest in dit land is. En dat hoeft allemaal niet gewelddadig te zijn. Maar je mag toch ook best wel verwachten van mensen dat die eens een keer uit de kast komen. Ja. Alhoewel dat opstaan voor andere mensen gebruikt wordt. Ja. Maar opstaan voor gerechtigheid, hun mening. Ja, precies. Ja.
Ik zie ook in de muziekwereld zie ik ook een ongelofelijke verheffing. Het draait allemaal om geld en dan gaat het niet over een paar centen, maar over een verschrikkelijke hoop geld. Je bedoelt de bezuiniging op cultuur? Ja. Ja, dus de grote orkesten. Precies. Ja, nou hebben we toevallig geluk dat het Metropoolorkest mag blijven bestaan. Maar voor hetzelfde geld was het ook wegbezuinigd. Ja. Nou ja, dan ben je helemaal een land zonder cultuur. Ja. En wat is een land zonder cultuur? Ja, dat is geen land. Een land zonder cultuur. Wat is een land zonder cultuur, zonder muziek? Ja, dat is een arm land. Als het gaat over de zeden, de gewoonten, de cultuur. Noem het allemaal maar op. Als dat afgezwakt wordt, dan hou je niks meer over. Dan zit je in een waardeloos land. En eigenlijk durf ik het niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Ik vind dat we zo langzamerhand echt in een waardeloos land leven. Ja. En als jij nou een soort van scenario zou mogen schrijven, jij zou iets mogen veranderen, wat zou je gelijk aan gaan pakken? Nou, ik zou in ieder geval aan gaan pakken. Ik zou, maar dat zal er nooit van komen. Dan zou eens een andere regering moeten komen. In ieder geval van mensen die ook weten wat er op de werkvloer los is. En niet bij voorbaat al ergens in gaan zitten om de zakken vol te graaien. En het barst hier in Nederland van de graaiers. Het barst hier in Nederland van de mensen die andere mensen oplichten. Die er geen been in zien om oude mensen op het verkeerde been te zetten. Daar barst het hier van. Ja. En daarom heb ik het voorgaande allemaal gezegd. Ja, ik snap het. Absoluut. Zie je gezicht dat het ook zo is. Ja, dat is ook echt zo. We gaan toch heel even een klein stapje terug naar de muziek. Speel jij nog muziek? Ja, wel. Ik speel al heel erg lang met Sjoerd van der Zij. Ja, de gitarist. Wat voor mij niet alleen een hele goede vriend is, maar ook een begenadigd gitarist. Dat doe ik samen met nog een paar andere jongens, met z'n vieren. Maar niet meer voor de poen. Gewoon louter en alleen voor het plezier, weet je wel. En ik heb er ook nog erg veel lol in om te doen. Ik zing dan nog een hoop. Het gaat eigenlijk voornamelijk over jazz en blues. Twee stijlen van muziek die ik helaas altijd heel erg weinig terug hoor. Ook op de radio of zijn ja, het is geen commerciële muziek nee, natuurlijk. Nee, absoluut niet. En dan schep ik altijd heel veel plezier in Robbie Orlemans, die ik ook altijd volg. En waar ik ook wel eens in de studio wat doe, op een kussen of zo. Om te lezen hoe goed dat het met die jongen gaat. Daar ben ik hartstikke trots op, want hij is toch ook een Tielenaar. Ja, wat dat betreft is er een hoop talent in Tielen. Ja, dan ben ik trots op mijn voorganger die hier net zat. Als het gaat over Appelpop, dat is een organisatie die zijn weerga niet kent. Daar moeten we als Tielenaren buitengewoon trots op zijn. Want waar je ook bent, ik ben wel eens in Groningen of zo. En dan in september, dan roepen ze allemaal, wat moet je nou in godsnaam hier doen? Terwijl ja, mensen hebben geen idee, hè? Nee. Dat snappen ze dan niet, dat ik dan niet in Tiel ben, weet je wel. Ja. Maar ik hou gewoon niet van die muziek. Althans niet van de meeste stijlen die er gespeeld worden. Maar dat maakt mij niet uit. Het gaat erover dat het hier allemaal op touw gezet wordt. En dat het allemaal lukt. Ja. En dat er zoveel inzet is. En als je dan hoort dat de gemeente daar een stokje voor wil steken, ja, dan snap ik niet waar ze gaan jouw haren recht overeind staan. Ja, ik heb weinig haren meer. Ik kan het wel laten zien trouwens ook over de camera. Maar die gaan inderdaad recht overeind staan, ja. 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 Nou, wat dat betreft klopt jouw hartje nog. Ja, dat blijft nog wel kloppen, ja. Ja. Hoe sta je nu in het leven? Met de fase verder? Ja, ik sta toch wel aardig stabiel in het leven, hoor. Ik heb overal belangstelling voor. En dat heeft zijn ups en downs natuurlijk. Er gebeuren ook dingen in mijn leven die minder prettig zijn. Maar die zullen bij iedereen wel zo zijn. En voor de rest kan ik me eigenlijk gewoon gelukkig prijzen dat ik er nog ben. In ieder geval. En
ja, daar heb ik eigenlijk weinig meer aan toe te voegen, zeg maar. Nee, maar dat vind ik ook hele mooie woorden. Ja. En ik hoop dat je nog heel lang bij ons blijft, Bea. Dat hoop ik ook. Ja. En dat ik jou nog heel lang kan blijven kennen, zeg maar. Ja. Ja. Goed, mag ik jou hartelijk danken voor jouw openhartigheid in dit gesprek? Ja, niks te danken. Het was me een eer om hier te zitten, hoor. Dankjewel. Graag gedaan.